Als het concertgebouw niet spoedig wordt gerenoveerd, zal het in juli van dit jaar gesloten moeten worden. Maar gelukkig is dat nog niet het geval. Zoals onder andere blijkt uit de uitvoeringen van de Matthäus Passion onder leiding van Nicolaus Arnoncourt. Dat het concertgebouw zeker aan een grondig herstel toe is, blijkt op tal van plaatsen uit diepe scheuren die het gevolg zijn van een ernstige verzakking. De sporen daarvan zijn onder andere te zien in de kleine zaal. Tekenen van de verzakking treft men ook aan in de spiegelzaal, van waaruit wekelijks het NOS radioprogramma Für Elise de lucht ingaat. Dat er water staat in de kelderruimte is maar aan weinigen bekend. Het concertgebouw dat op 5 april 1888 officieel geopend werd, heeft behalve door zijn orkest vooral ook wereldfaam gekregen door de akoestiek van de grote zaal, waarin eens Danny Kaye met veel succes voor UNICEF optrad. De renovatie van het bijna 100 jaar oude concertgebouw, die in juli zal beginnen, zal niet alleen gericht zijn op het vervangen van de fundering, maar zal het tevens mogelijk maken om ook anderszins verbeteringen aan te brengen. Zo zal bijvoorbeeld de entree van de voorzijde worden verplaatst naar de zijkant. Ook de vestiaires worden veranderd, waardoor het gedrang er zal verminderen. Tevens zullen er ruimten komen voor de verschillende groepen van muzici die zich nu op een onaanvaardbare manier moeten behelpen. Het gebouw is in 1888 neergezet op 2186 houten palen die langzaam wegrotten en nu vervangen worden door palen van staal en beton. Ook uiterlijk zal het concertgebouw een verandering ondergaan, met name aan de zijde van het Jan-Willem Brouwersplein. Voor de restauratie zijn onder meer gelden verkregen uit een veiling van geschonken kunstvoorwerpen. 850 is achteraan. 850. Wie meer dan 850 gulden? 900 gulden. 900 gulden is rechts. Niemand meer dan 900 gulden. 950 gulden is achteraan. Niemand meer dan 950 gulden. 1000 gulden hier vooraan. 1000 gulden. Wie meer dan 1000 gulden? Niemand meer dan 1000 gulden. Niemand. Dank u wel. Behalve uit de veiling komen er ook fondsen beschikbaar uit de verkoop van loten, onder andere aan de kassa van verschillende bioscopen. En daarmee wordt het lot van het concertgebouw ook in uw handen gelegd.